Er moet opnieuw onderzoek gedaan worden naar de declaraties van burgemeester en wethouders van Vlaardingen. Oud-wethouder Leo ten Haven heeft zich bij het onderzoeksbureau gemeld als klokkenluider. Ten Haven zegt concrete aanwijzingen te hebben van foute declaraties die het onderzoeksbureau volgens hem over het hoofd heeft gezien. Giorgino Wijnaldum gaat Feyenoord zo goed als zeker verlaten voor PSV. De middenvelder rond vandaag de onderhandelingen met de club uit Eindhoven af, met de overgang van Wijnaldum zou een bedrag van zo'n 5 miljoen euro gemoeid zijn. Feyenoord probeerde de afgelopen weken te vergeefs om het aflopende contract van Wijnaldum open te breken en langdurig te verlengen. Vanuit Rotterdam zijn zo'n 350 RIT-medewerkers vertrokken richting Den Haag om mee te doen aan een protestbijeenkomst bij de Tweede Kamer. Er wordt gestaakt bij de RET tot 3 uur vanmiddag. Bezuinigingen en een dreigende aanbesteding van het openbaar vervoer zijn aanleiding voor de staking. Als de aanbesteding doorgaat, staan de komende 10 jaar ongeveer duizend banen op de tocht, zegt de vakbond. Dordrecht krijgt binnen twee jaar een bioscoop. Het nieuwe gebouw komt achter het energiehuis aan het Wantij. Op deze locatie gepland staande appartementen gaan nu niet door. Vandaag een prima weerdag. We beginnen wel bewolkt en droog. Maar in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag, ja, toch wel geregeld de zon erbij. Wordt een hele leuke middag. Temperaturen komen uit op ongeveer 19 graden. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen, maar wel zo aangenaam.